Als je dacht dat september een goede maand was voor de Nintendo Switch, wacht dan maar af, want misschien is oktober nog wel veel beter. Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Vandaag in Rikka Praat wil ik het met jullie gaan hebben over de 12 tofste games voor de Nintendo Switch die uit gaan komen in oktober. Oktober is natuurlijk de maand van Halloween en je merkt dat de uitgevers daarop inspelen. Er zijn meerdere games aangekondigd die met spoken, vampieren en dat soort enge dingen te maken hebben. Natuurlijk komen die games uit in oktober, maar er is natuurlijk ook veel meer. We beginnen wel met een release die perfect bij Halloween past en dat is namelijk Ghostbusters The Remastered Videogame. Deze game komt uit op 4 oktober en is origineel uitgebracht voor de Xbox en PlayStation 2. Vervolgens is die opnieuw uitgebracht op de Xbox 360 en dit is een remaster van die Xbox 360 game. En dit was best wel een toffe game. Soms denk je wel eens bij games die met films te maken hebben dat er totaal niks aan is en dat het slechte games zijn, maar dat is met Ghostbusters de videogame niet zo. De game is erg vermakelijk en is ook geschreven door de originele cast, dus onder andere Phil Murray en Dan Aykroyd. En een ander mooi voordeeltje is dat de adviesprijs slechts 30 euro is. En dit zou zomaar het begin kunnen zijn van een fantastisch begin van een serie Halloween games voor de Nintendo Switch. Op 8 oktober komt Yooka-Laylee en The Impossible Lair uit voor de Nintendo Switch. Dit is de spirituele opvolger van de eerste Yooka-Laylee game. En waar de eerste Yooka-Laylee game vooral 3D was, is deze game gefocust op 2D. Het lijkt een beetje op Donkey Kong Country Tropical Freeze, maar dan in een heel ander sfeertje. Het is hier in ieder geval geen winter zo te zien. Ik hoop dat de moeilijkheidsgraad net zo hoog is als in Donkey Kong Tropical Freeze. En dat de game dus niet te makkelijk wordt, want deze games horen eigenlijk gewoon best moeilijk te zijn. Yooka-Laylee is bedacht en gemaakt door de oude medewerkers van Rare die dus ook hebben gewerkt aan de Donkey Kong games en bijvoorbeeld ook Banjo-Kazooie die nu ook in Smash te vinden is. Ik ben een enorme fan van 2D platformers, dus ik heb hier onwijs zin in. Deze gaan we absoluut wel even checken. En dan een game waarvan ik al had voorspeld dat die ooit op de Nintendo Switch zou uitkomen. Op 15 oktober is het zover. Overwatch. Overwatch is een game van Blizzard en die ondersteunen de game supergoed door elke keer nieuwe heroes uit te brengen. Iedere hero heeft specifieke kwaliteiten waarmee je je tegenstanders kan uitschakelen of je team kan helpen. Je speelt een 6 tegen 6 battle waarbij je bijvoorbeeld een aantal punten moet verdedigen of een object van punt A naar B moet brengen. Overwatch bestaat natuurlijk al een paar jaar en is uit op de PlayStation 4, Xbox One en PC. En ik moet echt zeggen dat Overwatch een van mijn favoriete games is voor de PlayStation 4. Ik heb deze game helemaal kapot gespeeld en dat gaan we sowieso opnieuw doen als die op de Nintendo Switch komt. Een klein nadeeltje voor mensen die de games graag in de winkels kopen is dat de game alleen digitaal beschikbaar is. Je kan hem wel in de winkels kopen, maar dan krijg je net zo goed een downloadcode in een doosje. Dat is natuurlijk erg jammer voor de verzamelaars, maar ik snap het wel, want inmiddels zijn er zoveel updates uit dat het niet allemaal meer op één cartridge past. Laat even weten in de comments of jij ook Overwatch gaat spelen en of je dat graag op mijn kanaal wil zien, want ik wil dit heel graag gaan uploaden op dit kanaal. Ook komt op 15 oktober misschien wel de grootste game ooit voor de Nintendo Switch uit. En dat is The Witcher 3. En met de grootste game bedoel ik gewoon qua content. Er zit zoveel content in deze game. Je kan deze game denk ik wel honderden uren spelen voordat je hem eindelijk hebt uitgespeeld. En om eerlijk te zijn snap ik niet hoe ze deze game wel op een cartridge krijgen. Ik begrijp er helemaal niks van. Dit is een grote open wereld game waarin je met allerlei creatures moet vechten. Je kan je character levelen, nieuwe wapens verzamelen. Je kan het zo gek niet verzinnen. Voor mij is Overwatch absoluut de top 3 game op de PlayStation 4, maar ik hoor ook van heel veel mensen dat zij The Witcher 3 een van de tofste games ooit gemaakt vinden. Je moet heel erg van open wereld games houden, want je kan best wel snel verdwalen in een grote wereld als die van The Witcher. Ik vind het heel knap dat deze op de Nintendo Switch gaat draaien. En van mij mogen uitgevers gewoon al hun games naar de Nintendo Switch brengen. Geen enkel probleem! Pokémon Sword en Shield komen natuurlijk pas in november uit, maar dat betekent niet dat Game Freak stil heeft gezeten. De makers van de Pokémon games hebben namelijk gewerkt aan Little Town Hero. En dit was tot voor kort een van de games waar ik het allermeest naar uitkeek voor de Nintendo Switch. De hype is een klein beetje afgenomen omdat we toch nog heel weinig weten over deze game. En dat die ook maar $25 is, dat zegt ook wel wat. Ze durven er geen 60 euro voor te vragen, dus je hoeft er niet van te verwachten dat het zo'n grote game wordt als Pokémon. En stiekem is dat wel iets wat ik had gehoopt. In Little Town Hero
battle je tegen monsters die jouw stad, jouw town dus, komen aanvallen. We weten totaal niet hoe lang de game gaat worden. Ben je er met 3 uur doorheen of duurt het toch wel 20 uur? Dat is de vraag. De trailer laat wel zien dat de gevechten heel erg tactisch zijn en dat kan best een leuk element worden. Wat in ieder geval wel vaststaat is dat Little Town Hero een hele leuke tekenstijl heeft. En er komt op 18 oktober de tegenhanger van Pokémon uit. Namelijk Digimon Story Cyber Sleuth The Complete Edition. Ja, en dat is eigenlijk alles wat ik over Digimon weet. Ik ga eerlijk met je zijn, ik weet helemaal niks van Digimon. Ik ben opgegroeid in de tijd dat Pokémon en Digimon net begonnen en toen was het gewoon zo dat je of Pokémon heel tof vond of Digimon. Nou, ik was dus iemand die Pokémon heel tof vond en geen enkele aandacht heeft besteed in zijn hele leven aan Digimon. Dus ik weet totaal niet waar deze game over gaat, hoe het werkt. Anyway, ik wilde jullie gewoon laten weten dat deze game er ook aan zit te komen. Ik weet er niks van, maar veel plezier als jij Digimon tof vindt. Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition. Een andere game? Of ja, is het wel een game die uitkomt, is Ring Fit Adventure. En die komt ook op 18 oktober. Dit is een fitness game waarbij je ook een of ander raar accessoire in je handen krijgt. En dat accessoire kan je buigen, je kan hem om je been doen, je kan er van alles mee doen. De bedoeling is dat je fitter wordt. Het is een soort van fitness game. Maar je hoeft niet te verwachten dat de gameplay ook vergelijkbaar is met bijvoorbeeld Wii Sports of Wii Fit. Dat is het namelijk totaal niet volgens Nintendo. Nintendo zegt dat dit echt een adventure game is. En dan wek je mijn interesse opeens wel. Ik heb namelijk best wel weinig tijd om te sporten. Ik heb gewoon werk. Ik doe aan YouTube, ik doe aan Twitch en sporten doe ik net iets te weinig eigenlijk. Maar als Nintendo hier gewoon een leuke adventure game mee aflevert, dan ben ik wel geïnteresseerd. Want ik hou onwijs van adventure games. De eerste presentatie was een beetje raar. Dat was met 2 mensen die bijna op een robot leken. Maar wat ik heb gezien van de gameplay ziet het er best wel leuk uit. Ik hoop echt dat Nintendo hiermee gewoon een dikke adventure game gaat afleveren. Het is er denk ik wel eentje om in de gaten te houden en even afwachten hoe die gameplay wordt. Dan krijgen we op een gegeven moment 29 oktober en dat is een hele drukke dag voor de Nintendo Switch. Dan komen bijvoorbeeld Resident Evil 5 en 6 uit voor de Nintendo Switch. Zo'n beetje alle Resident Evil zijn volgens mij nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. En persoonlijk had ik wel veel liefde voor Resident Evil 5. Ik vond die wel heel erg leuk. Er zijn heel veel mensen die niet tof vonden, die dat juist het slechtste deel vonden, maar ik vond 5 wel erg leuk. Resident Evil 5 is volledig co-op te spelen en dat is wat het voor mij zo leuk maakte. Ik heb die game met een vriend uitgespeeld en ik ben nou eenmaal iemand die heel erg van verhalende games houdt en het verhaal was best prima in deze game. Resident Evil 6 weet ik wat minder van, die heb ik niet gespeeld, maar er schijnt ook een bundel uit te komen met Resident Evil 4, 5 en 6 voor 60 euro. En dat is best oké, want volgens mij gaan in de e-shop Resident Evil 5 en 6 los 30 euro kosten. Capcom is altijd best wel een beetje duur met zijn remasters. En dat is jammer, want dat is denk ik wat veel mensen tegenhoudt om die games te kopen. Maar anyway, Halloween komt eraan jongens. Een Resident Evil is prima voor Halloween. Op 29 oktober komt er ook wel een iets vrolijkere game uit, namelijk Super Monkey Ball Banana Blitz HD. Deze is origineel uitgekomen op de Wii en komt dus nu ook naar de Nintendo Switch. Voor degenen die niet bekend zijn met de Monkey Ball games, zal ik even uitleggen wat de games zijn. Het is eigenlijk heel simpel. Het is een puzzelspelletje waarbij je een aap stuurt die in een bal zit. En door middel van bewegingen kan je controleren waar de bal naartoe gaat op het speelveld. En je moet dus gewoon door het hele speelveld heen. Dit is best wel een ideale game voor de Nintendo Switch, omdat het allemaal korte leveltjes zijn. Je kan dit heel kort even spelen. De Nintendo Switch wegleggen als je even uit moet stappen in de trein. En als je dan weer overgestapt bent, kan je gewoon lekker verder spelen. Ik heb erg veel liefde voor de Monkey Ball serie. Ik heb die games best wel veel gespeeld op de GameCube en ik ben ontzettend blij dat hij nu ook naar de Nintendo Switch komt. Ja, we blijven nog even bij 29 oktober en we komen weer in de Halloween-sferen. Want op diezelfde dag komt Vampire uit. De game heeft niet heel erg goed verkocht op de PlayStation 4 en Xbox One. En ik weet niet of dat helemaal terecht is, want dit is best wel een leuke game. Je speelt een dokter die een vampier aan het worden is en je kan continu de goede of de slechte keuze maken. Je kan bijvoorbeeld je patiënt gewoon genezen met geneesmiddelen. Of ja, als je heel erg dorst hebt, dan kan je zijn bloed ook drinken en dan ga je toch de iets slechtere kant op. Elke keuze die je maakt verandert de wereld om je heen. En dat is altijd wel een interessant concept. Je hebt dus continu de keuze tussen goed en slecht. Deze game verdient wat mij betreft best wel wat liefde, want er zijn veel te weinig vampieren games. Vampieren zijn toch wel fascinerende wezens wat mij betreft. En ik denk dat dit er toch wel eentje is die ik met Halloween even wil checken. Ja, we zijn nog steeds op 29 oktober en we gaan nu de uiterst vrolijke kant op. Want op die dag komt ook de Aladdin en Lion King collectie naar de Nintendo Switch. Wat heb ik een zin in deze Disney classics. Ik heb ze allebei origineel gespeeld op de Super Nintendo en dit zijn echt fantastische games. Sowieso zou het geweldig zijn als er meer van dit soort toffe Disney games naar de Nintendo Switch komen. Ze zijn volledig nieuw opgepoetst. Ze zien er geweldig uit. De games hebben nu hartstikke mooie graphics gekregen. En de games zijn niet zo duur. Je betaalt maar 30 euro voor allebei de games. En dat is wat mij betreft echt een perfecte prijs. Dit is de manier hoe je remastered games moet uitbrengen.
bundel ze, bied ze aan voor een kleine prijs zodat heel veel mensen ervan kunnen genieten. En dan denk ik zomaar dat dit een succes gaat worden. De enige valko is dus dat er op 29 oktober superveel games gaan uitkomen. En op 31 oktober komt er nog een fantastische game uit. En dat is misschien wel een van de beste games voor de Nintendo Switch dit jaar. Namelijk Luigi's Mansion 3. Waar Mario altijd de held is, is Luigi altijd soort van de anti-held. Een beetje het stuntelige broertje van Mario. Maar ik heb zoveel respect voor Luigi dat hij het gewoon aandurft om in deze spookhuis rond te gaan lopen. Spookjes te vangen met zijn stofzuiger. Spookjes tegen de grond te knallen. Het maakt niet uit wat voor spook het is, hoe groot het spook is. Luigi gaat het gevecht aan en dat alleen maar om zijn broer en de rest te redden. Het leuke aan deze game is dat je met Luigi verschillende etages moet beklimmen. En om een nieuwe etage in te mogen, moet je een sleutel vinden. Die sleutel kan je vinden bij de eindbaas van elke etage. En elke etage heeft dan ook zijn eigen thema. Zo heeft het ene etage een riddersthema. En dan kan je op het volgende etage weer terechtkomen op een etage die te maken heeft met bossen. Anyway, deze gaan we natuurlijk oppakken. Deze gaan we keihard spelen hier op YouTube. En ik ben heel erg benieuwd welke games jullie allemaal op gaan pikken in oktober. Wil je zien welke ik ga spelen? Volg me dan ook even op twitch.tv/Rickachu. Daar game ik iedere zaterdag live. En als je dit kanaal leuk vindt, doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Gewoon doen. Help me naar de 22.000 subs. En dan zie ik je op Twitch of gewoon bij de volgende video. Mazzel!